Welkom bij deze editie van de woensdag lunchwebinars verzorgd door Stork Asset Management Technology. Dit keer samen met de collega's van ons Solution Center Noord-Nederland. Goed om te zien dat u weer in grote getale bent ingelogd en fijn dat u de tijd heeft genomen om mee te doen. Juist nu delen we graag onze kennis met u. Hopelijk helpt dit u om de juiste keuzes te maken in deze lastige tijden. We werken nog steeds van huis uit, vandaar de minder zakelijke achtergrond achter de sprekers. Ik ben Ferry Visser, consultancy manager bij Stork en uw moderator bij dit lunchwebinar. Dit is een vervolg op onze voorgaande woensdag lunchwebinars en we hopen dat u ook aan de volgende edities deelneemt. De duur van het webinar bedraagt een half uur en om achtergrondgeluiden te voorkomen hebben we alle microfoons uitgeschakeld. We stellen uw vragen echter zeer op prijs. Deze vragen kunt u tijdens de presentatie invoeren via de Q&A-knop onderin uw scherm. Ook zal er nog een poll in beeld komen waar we uw reactie op vragen. Aan het einde zal ik enkele vragen voorleggen aan de presentator. Dit webinar behandelt de gang van zaken rond drukapparatuur in een bestaande installatie. De wetgeving daarvoor ligt vast in het Warenwetbesluit Drukapparatuur 2016, kortweg WBDA 2016 genoemd. Dit webinar beoogt u mee te nemen. Wat zegt de wet? Wat herkent u uit uw eigen praktijk en waar kunt u wellicht nog een stap zetten? Compliance met wetgeving is essentieel en tegelijkertijd vaak niet eenvoudig. We proberen er vandaag met u doorheen te lopen. Bent u klaar voor herkeuringen onder de WBDA 2016? Reinier van der Vecht, projectleider Stork Nederland, neemt u mee in deze materie. Ik wens u een leerzaam half uur toe. Het woord is aan jou, Reinier. Goedemiddag allemaal, ik ben Reinier van der Vecht. Ik werk al 15 jaar voor Stork en ik heb me daar bezig gehouden met engineering. En met name engineering en technologie. Het komende half uur, de komende 20 minuten, gaan we het hebben over het drukapparatuur. En de herkeuringen, herbeoordelingen die volgens de Warenwetbesluit drukapparatuur daarvoor noodzakelijk zijn. Drukapparatuur. Laten we maar praktisch beginnen met wat drukapparatuur is, want daar is nog wel eens wat misverstand over. Ik heb daarvoor een aantal plaatjes die voor de meeste van u wel herkenbaar zullen zijn. Als eerste natuurlijk is er leidingwerk. Het is heel eenvoudig hoor, een definitie van drukapparatuur. Dus appendages. Het gaat om drukvaten. Dit is een afbeelding van een heel groot drukvat, maar ook een persluchtvat van 200 liter is een drukvat. Valt onder drukapparatuur. Veiligheidsappendages, veerbelaste veiligheden of gewichtsbelaste veiligheden, dat is allemaal drukapparatuur. En je kunt dit natuurlijk ook allemaal samenbouwen en dan is het een samenstel. Zo ziet u dat hier. En dat is drukapparatuur. Wat er ook nog bij hoort, dat wordt nog wel eens vergeten, zijn de direct aan de drukapparatuur bevestigde ondersteuningen. Bijvoorbeeld de kleine witte ondersteuningen die u hier ziet, die horen erbij. Of de ondersteuningen aan het vat hier, dat hoort er ook bij. Wat er nadrukkelijk niet bij hoort, is de staalconstructie. Primaire, secundaire staalconstructie hoort er niet bij. Valt niet onder drukapparatuur, wordt onder een andere norm beoordeeld. Dit is drukapparatuur, maar dat zegt natuurlijk nog niks onder welke wetgeving het valt. Want het valt pas onder het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 als we een maximaal toelaatbare druk, heet dat, wordt ook wel eens ontwerpdruk genoemd, van meer dan een half bar gauge hebben. Dat is wel belangrijk, want de definitie zegt dus niks over de bedrijfsdruk of de ontwerpdruk of de toelaatbare druk waaronder de apparatuur functioneert. Het WBDA zegt daar wel iets over. Dat is boven een half bar. Dat is wel belangrijk om te weten. Wetgeving. Het valt eigenlijk in twee delen uiteen. Enerzijds heb je nieuwbouw, een mooi plaatje, nieuw links in beeld. Valt onder wetgeving de Pressure Equipment Directive sinds 2002. En de gebruiksfase is natuurlijk nadat het in gebruik is genomen. Iets kan maar één keer nieuw zijn, daarna gebruik je het. En dat noemen we ook de gebruiksfase, valt onder een andere wetgeving. Dat is het grootste verschil tussen de twee. Als je nieuw iets op de markt brengt, iets op de markt koopt, dan moet dat onder de WED vallen. In de gebruiksfase is het de WBDA, het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016. U zult
in deze presentatie een aantal keren afkortingen zien. De laatste slide van onze presentatie staan de afkortingen nog een keer toegelicht. Het is onontkoombaar dat we die afkortingen gebruiken. Ik zal ze proberen elke keer als we ze gebruiken om ze ook daadwerkelijk even volledig uit te spreken. De rollen die we hebben volgens de wetgever, laten we het daar eens even over hebben. In de nieuwbouw, dat zijn rollen die we allemaal hebben herkennen. Er is de ontwerper, die bedenkt wat er moet komen. De vervaardiger, dus degene die het maakt in zijn werkplaats. Of op de locatie van de installatie. En de fabrikant is degene die het in de handel brengt. Dat is voor de nieuwbouw. En je ziet heel duidelijk dat hier bedoeld is de veiligheid van de markt te borgen. Dus als je een product op de markt brengt, dan moet dat veilig zijn, moet aan eisen voldoen. En daar is die Pressure Equipment Directive voor. Dat is er één van in totaal wel 25 verschillende EU-richtlijnen en gaat allemaal over veiligheid. De rechterkant van het schema gaat over de gebruiksfase en daar hebben we diezelfde rollen. Dat klinkt een beetje raar, maar in de gebruiksfase wordt er gerepareerd, wordt er gemodificeerd. En daar heb je een ontwerper. En een ontwerper maakt de modificatie, maakt de tekening voor de modificatie. En formeel maakt de ontwerper ook het reparatieplan. Dat is een document waarin u beschrijft hoe de reparatie uitgevoerd moet worden. En het moet natuurlijk ook gemaakt worden. Dus er is een vervaardiger die dit in zijn werkplaats of in de installatie vervaardigt, repareert, modificeert enzovoort. Het volgende bullet die er staat, dat fabrikant is gebruiker, dat is het meest verwarrende in de wetgeving. Hoe kan je nou fabrikant zijn in de gebruiksfase? Nou, het wordt geformuleerd als dat de gebruiker de rol van fabrikant heeft. Ik moet even iets kijken of dit wel klopt. Nou. De fabrikant heeft de rol van de gebruiker. Ik wil even iets verifiëren, want ik zie rechtsboven in mijn beeld steeds Ferry Visser. Zie ik dat dan niet goed? Want het is niet de bedoeling. Nee, ik ben in beeld. Heel goed. Dankjewel. Excuus voor de onderbreking. Het is toch belangrijk dat beeld en geluid bij elkaar passen. De fabrikant is degene die de rol van fabrikant speelt als gebruik in de gebruiksfase. En dat is het verwarrende, maar de definitie zegt echt twee dingen. Enerzijds de fabrikant, degene die het vernieuwbaar op de markt brengt. De andere is de fabrikant die dus het beheer over veranderingen, reparaties van zijn installaties heeft. Zo is het nu eenmaal, maar dat betekent wel dat er nadrukkelijk verschil in verantwoordelijkheden zit. En daar is nogal eens regelmatig discussie over tussen installatie-eigenaren, gebruikers en de markt van dienstverleners die of nieuwbouw of reparaties en modificaties leveren. Maar dit is gewoon zoals de wet het heeft gedefinieerd. In de gebruiksfase hebben we dus de gebruiker die fabrikant is. En dat valt eigenlijk in twee smaken uiteen. De verplichtingen die de fabrikant, de gebruiker daar heeft. Enerzijds heb ik keurplichtige drukapparatuur en ik heb zorgplichtige drukapparatuur. Nou, keurplichtige drukapparatuur, dat is apparatuur die een dusdanig hoge druk en een dermate risicovol medium heeft, dat daarvoor toezicht noodzakelijk is door een aangewezen instantie. En vroeger werd dat de AKI genoemd, heel vroeger het stoomwezen, tussendoor nog een keer NOBO. Tegenwoordig wordt het CBI genoemd. U kent de collega's wel in de markt die dat doen. De conformiteitsbeoordelingsinstantie is het. Maar als u wat mij betreft stoomwezen wil onthouden, dan kan dat ook. Dat is een herkenbare term die veel mensen nog kennen van vroeger. En als die moet komen kijken op basis van de druk en het medium wat in de drukapparatuur zit, dan spreken we van keurplicht. En bijvoorbeeld, heel praktisch voorbeeld, 10 duim stoomleiding, 20 bar, 200 graden Celsius. Kunt u rustig vanuit gaan dat u daarvoor een CBI moet bellen voordat u die in gebruik mag nemen. Nou, dat voelen we allemaal wel aan, dat is ook wel logisch. Zorgplicht, dat is voor zaken die u zelf beoordeelt, laat beoordelen, waarvoor u volledig zelf de inspectieregimes bepaalt. Dus dat is even het verschil in de plichten die je hebt als gebruiker van een drukapparatuur in de gebruiksfase volgens het WBDA 2016. De
eisen zijn hetzelfde. We zullen er zo meteen ook echt nog wel even op ingaan. De eisen zijn hetzelfde inhoudelijk, hè, voor keurplicht of voor zorgplicht. Maar bij keurplicht komt er een externe partij kijken, een CBI. En bij intern moet u zelf een team samenstellen of u haalt er een expert bij van buiten. Eén afkorting die ik daarin nog niet heb genoemd is de NLKVG. Dat heb ik bewust niet genoemd. Hij staat er wel. Het is een formaliteit. De meeste van de gebruikers hebben niet een eigen keuringsdienst van de gebruiker. Nederlandse keuringsdienst van de gebruiker. Enkele hebben nog wel een inspectiedienst. Maar keuringsdienst van de gebruiker hebben heel weinig mensen. Samengevat, twee verplichtingen. Keurplicht, zorgplicht. Keurplicht halen we extern CBI erbij. Zorgplicht organiseren we het zelf. Verantwoordelijkheden zijn hetzelfde. Dan even op de praktijkregels en hoe je dit nou, hoe je nou weet waaraan je moet voldoen. Nou, voor keurplichtigen is het eigenlijk het meest bekend ook wel bij gebruikers. Keurplicht, hè, zoals ik net zei, die stoomleiding is daar een goed voorbeeld van. Daar voelt iedereen wel aan dat je dat niet zomaar in bedrijf mag nemen. Dat wordt aangewezen drukapparatuur genoemd. Daar is de praktijkrichtlijn drukapparatuur. U ziet links in beeld ziet u een screenshot van de webpagina van staatsdrukkerij die de PRDA's uitgeeft, de praktijkrichtlijn uitgeeft. En in die praktijkrichtlijn staan allerlei superhandige richtlijnen en uitleg, heel veel uitleg, het is in totaal 400 pagina's of zo, waarin je precies verteld krijgt hoe je dit moet organiseren. En bijvoorbeeld is dat de periodieke herbeoordeling. Ja, dus dat is 2, 4 of 6 jaar bijvoorbeeld, hè, voor drukvaten. Voor ketels, stoomketels is het meestal 2 jaar. Enkele voorzieningen kan het een enkele keer 4 jaar zijn. Dat soort termijnen staan erin en ook hoe je dat bepaalt. Er staat ook in katern 2.5 hoe je met reparaties en wijzigingen omgaat. Ik heb daar straks nog een paar voorbeelden van. Het staat in hoe je het herbeoordelingsplan opstelt. Dus het is één keer ooit een keer nieuw geweest. Dan neem je het in gebruik en dan moet je het na 2 jaar moet je het opnieuw bekijken of het nog wel veilig is om mee door te draaien. Nou, daar moet je een beoordelingsplan voor opstellen. En dat is ook precies wat dat katern 3.1 in dit geval beschrijft. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, de link onderaan leidt naar de staatsdrukkerij. Die geeft die richtlijnen uit. Daar kunt u een abonnement opnemen en dan kunt u daar kennis van nemen. Zorgplichtigen. En u ziet hier dat het precies hetzelfde slide is. Er is eigenlijk niks anders aan. En dat is ook precies hoe het zit. De eisen aan keurplichtige items zijn hetzelfde als aan zorgplichtige items, met die verstande dat dat als raadzaam wordt geadviseerd. Dat is de letterlijke tekst die in de praktijkrichtlijn staat. Het is raadzaam om voor zorgplichtige drukapparatuur, dus bijvoorbeeld een luchtleiding van 2 duim die door uw werkplaats heen loopt, dat is zo typisch iets wat meestal zorgplichtig is. Dan moet je precies dezelfde eisen op loslaten als op uw keurplichtige 10-duimse stoomleiding van 20 bar. Alleen er komt niemand kijken bij zorgplichtige items. Dat is het enige verschil. Dus het is echt een aanbeveling dat dat hetzelfde is. En dus wijs ik hier ook naar precies dezelfde PRDA-katerne waarin dat beschreven staat. Nog even één dingetje over de keurplichtigen en zorgplichtigen. Er zijn natuurlijk wel optimalisaties mogelijk. Hè? We zeiden net 2, 4 of 6 jaar. Er zijn met de goede technische documentatie en de goede technische analyse, met name ook in achtneming de historie van het gebruik van de apparatuur en de frequentie waarmee storingen of schade en beschadiging, degradaties opgetreden. Als je dat meeneemt, dan zijn daar flink wat optimalisaties in mogelijk. Eén ding wat ik daar wel over wil zeggen is, Stork doet al 150 jaar werk aan drukapparatuur. Wij zijn gecertificeerd als fabrikant om nieuwbouw drukapparatuur te leveren. Maar we staan natuurlijk ook partijen bij in de keurplicht en zorgplicht van drukapparatuur. Dus dit is wel typisch iets waar je ook met ons al kunt overleggen.
En het webinar vandaag gaat er ook vooral over en is er ook vooral bedoeld om de kennis die op dit gebied niet altijd even breed aanwezig is, om die ook vooral te delen. U heeft in de titel van de presentatie heeft u gezien dat er een vraag gesteld is. Bent u klaar voor de komende WBDA herkeuringen? En dat suggereert een deadline en die is er ook. En daar hoort even een toelichting bij. Dit gaat over zorgplichtige drukapparatuur. Dus dat is de apparatuur, drukapparatuur waar u zelf volledig verantwoordelijk bent voor het organiseren van het toezicht, de regelmatige inspecties, de eigen herbeoordeling enzovoort. Je zal nooit een CBI voor komen kijken. En dat is ook precies het riskante. Want als er niemand komt kijken, denk je dat het allemaal wel goed is. Dat gebeurt nu eenmaal. Dat is niks menselijks wat ons daar vreemd is. Maar de wetgeving voor 2016, daar viel dit soort drukapparatuur viel onder de Arbowet artikel 7.4. En waarom onder de Arbowet? Omdat het een arbeidsmiddel is. Het is iets wat je nodig hebt om je werk te kunnen doen. Even simpel gezegd. Dus het is gewoon een arbeidsmiddel. En arbeidsmiddelen moeten gekeurd worden. Nou, dat was toen de Arbowet. En sinds 2016 is het WBA 2016. En daar staat specifiek ook in de toelichtingen die door het Landelijk Platform Inspecties zijn verstrekt, staat er, je moet het zo spoedig mogelijk evalueren en herclassificeren. Wat betekent dat nou? Dat als u iets had wat voor 2016 onder de Arbowet 7.4 viel en onder de nieuwe wet weer zorgplichtig is, dus er is met de indeling die we daarvoor hebben, is er geen reden dat daar iets aan verandert. Hè? Die herclassificatie die moet u uitvoeren. Overigens doet u dat met de verschillende tools die onder andere de CBI's ter beschikking hebben gesteld. Dan heb je handige PED-calculator of PED-categorisering tools. Die kunt u gewoon bij de diverse CBI's kunt u die vinden. Dat is herclassificeren. Dan bekijk je dus van, nou, was nou die leiding die er lag, blijft die zorgplichtig of wordt die alsnog keurplichtig dan wel aangewezen? Keurplichtig en aangewezen is hetzelfde. En dat maakt nogal verschil in het toezicht, want zorgplichtig, dat is drukapparatuur die je zelf moet onderhouden sowieso. Hè. Je moet altijd zorgen dat het veilig is, maar je moet ook aantoonbaar zijn dat het veilig is. En dat moet je dus zelf beoordelen. De gebruiker herbeoordeelt dus de zorgplichtige drukapparatuur. Als die dat is gebleven, maar dat moet u wel aantonen. Is nou zorgplichtige drukapparatuur ten gevolge van de wetgeving WBA 2016 keuringsplichtig geworden, dan bent u dus verplicht om daarvoor een NLCBI te bellen. Of met uw IVG/NLKVG contact op te nemen, maar dat speelt in dit voorbeeld niet. He, dus NLCBI, daar moet contact mee opgenomen worden. En dan moet daar een keuringsregime en frequentie en herbeoordelingsfrequentie worden afgesproken. Nou, een beetje lange voorgeschiedenis. Er is een overgangsregeling, dat is goed gebruikt bij wetgeving die ingevoerd wordt, maar die is niet eindeloos. En de deadline is 1 januari 2023. Als u gebruik maakt van niet gekeurde arbeidsmiddelen, dan is dat natuurlijk eerst niet veilig. Hè? Dat klinkt een beetje belerend, maar het is nou eenmaal zo. Het is niet veilig en het is ook een overtreding van de wet. Dat is nu ook al zo. Als u elektrisch niet gekeurd gereedschap gebruikt, dat mag ook niet. En dat geldt dus ook voor drukapparatuur. Dat is de deadline die we bedoeld hebben in de titel op te nemen. En uiteraard gaat deze presentatie, dit webinar, gaat over meer dan alleen deze deadline. Maar dat is wel belangrijk dat we ons dat realiseren. Dat er dan echt geen uitstel meer mogelijk is en je sowieso in overtreding bent. Hoe pak je dat nou aan? Hè? Als je nou weet, ik heb drukapparatuur, maar voldoe ik eigenlijk wel aan de wet. Dan is dat in 4 simpele stappen te vatten. Er zit nog verder wel een heleboel werk in hoor. Monnikenwerk om het uit te zoeken. Maar de kern is dat je begint met een inventarisatie. Wat hebben we staan? Wat heeft u staan in uw installatie aan drukvaten, aan leidingwerk, aan appendages? En dat is precies het eerste fotootje wat ik u liet zien. Precies die type apparatuur. Wat heeft u daarvan nou staan? En dat is niet altijd even duidelijk wat er staat. Laat staan dat of dat duidelijk is of het keuringsplichtig of zorgplichtig is.
Dus je moet echt eerst goed inventariseren wat heb je staan. Het tweede wat je doet is, en dat gaat een beetje hand in hand, je zet het op schema's. En daar hoort ook een schema beoordeling bij. Dat kunnen CBI's kunnen dat uitvoeren. En het allerbelangrijkste wat erbij hoort is risicoanalyse. Die risicoanalyse die stel je op basis van de essentiële veiligheidseisen, zoals die in bijlage 1 van de PED worden genoemd. Dat is ook wat het verwarrend is. Hè. De WBDA 2016 verwijst daar gewoon naar bijlagen bij andere stukken wetgeving. En daarom lopen die twee wetgevingen ook door elkaar. Maar in de kern, je moet een risicoanalyse maken. En daarin moet je met een team van experts, technici, mensen die de installatie goed kennen, procesmensen, die dus ook weten hoe de media zich gedragen, moet je risicoanalyse doen. En dat gaat over de sterkte van de installatie, van de ondersteuningen, de drukken die kunnen optreden, dat soort zaken. Die analyse moet je gewoon maken. Dat is papier. En dan komt er nog meer papier, moet je herbeoordelingsplannen maken, inspectie- en testplannen. En de vierde is het uitvoeren. En dat zijn de inspecties, de herbeoordelingen die je bij keurplichtigen elke 2, 4 zoveel jaar doet. En bij zorgplichtigen, drukapparatuur, doet u dat net zo. Het wordt gewoon uitgevoerd. En het zijn precies deze stappen. Dus deze stappen zijn voor zorgplichtig en keurplichtig precies hetzelfde. En wederom, bij keurplichtig komt er aan het eind, als je klaar bent en bij item 4 bent, en bij 3 en bij 2 komt er iemand kijken of dat allemaal wel volgens de regels der kunst gaat. Bij zorgplicht is dat niet zo en moeten we het zelf doen. Maar de aansprakelijkheid is hetzelfde. En wat we ook voorheen al hebben geconstateerd, een paar slides terug, hè, toezicht. De gebruiker heeft toezicht bij zorgplicht en de NLCBI heeft toezicht bij keurplicht. Maar de stappen die zijn steeds hetzelfde. We gaan eens even naar een paar praktische voorbeelden. Mag ik u even meenemen? Dit zijn uitspraken die wij in de praktijk tegenkomen. En we vroegen ons af of u dit herkent. Het is nog geen onderdeel van de poll, maar het is meer even om u mee te nemen met een paar praktische casussen die wij kennen. Nou, wat we zien dat gebeurt, is dat mensen in een installatie zeggen, ik vervang de afsluiter als hij lekt. En deze wetgeving waar we het nu over hebben, WBDA 2016, dat zegt daar iets over. Die zegt simpelweg dat dat geen goed idee is. En wat je dan wel moet doen, is bijvoorbeeld met een kundig team een inspectieplan opstellen. En dat inspectieplan, dat voorkomt dat die afsluiter lekt. En niet alles is te voorkomen, maar het is tot een aanvaardbaar risico teruggebracht. En wat aanvaardbaar is, bepaalt u zelf. Punt is wel, wat u zelf vindt, wordt u ook op aangesproken. En dus is het verstandig om daar een kundig team bij aan te stellen. Dat is ook precies hoe de wetgever het bedoeld heeft. Dat je er zelf verstand hebt van je eigen apparatuur. En heb je dat niet, dan haal je er iemand bij die dat wel heeft. Volgende uitspraak. Die betekent, het luchtnet is van 2001 en dat werkt nog best goed. Dat is niet de bedoeling. Je hebt een onderhouds- en inspectieplan. En dat moet gewoon uitgevoerd worden. Dat heb je bij de eerste bullet. Hè. Je hebt een kundig team en die maakt dat plan en dan voer je het ook uit. Weer algemene. Ja, vorig jaar is de CBI nog langs geweest. Let op, dit gaat over zorgplichtige drukapparatuur. Dus die CBI die is daar heeft daar helemaal niks mee te maken. Je bent zelf verantwoordelijk. Je hebt wel dezelfde eisen, maar er komt niemand kijken. Bij zorgplicht hoef ik niks te doen. Nou, dat is een beetje te eenvoudig. Want de inhoud was hetzelfde, alleen ik moet het zelf doen of laten doen. Dat mag natuurlijk ook. Dit was zorgplichtig, keurplichtig. Net zulke praktische situaties. En hier komt wat meer druk van buiten bij kijken. Ik bepaal zelf of dit een reparatie is. En dat suggereert dat er iemand anders is die daar ook een mening over kan hebben. En in dit geval de CBI, die beoordeelt dat. En dat geldt ook voor de ingrijpende wijziging. Überhaupt het bepalen aan keurplichtige, dus die bijvoorbeeld die stoomleiding, maar er zijn ook grijze gebieden. En dat bepaal je met die PED-tool. Hè. Aan reparaties en wijzigingen bepaalt de gebruiker niet zelf wat het is en of die dat wel zo mag uitvoeren.
Dat vraagt hij aan de CBI. Voor een ingrijpende wijziging moet hij zelfs naar de EU-CBI. Heel vaak gehoord dit in stops. Tijn, ja, die kunnen we mooi volgende week doen. Dat kan, maar er moet wel een alarmbel afgaan bij u. Dat kan, maar alleen als het daarna niet als arbeidsmiddel beschikbaar is. Dus hij moet volgend jaar pas in gebruik mogen gaan. We hebben nog een separator unit uit unit 2 over. Daar moeten ook alarmbellen afgaan, want dat kan zomaar niet ingebouwd worden. Met een stikstofaansluiting op een voorraadvat om het leeg te drukken, dat is gewoon een wijziging. Daar kun je niet zomaar doorvoeren. Dan komen we op de afrondende vragen. En de vraag die op de openingsslide stond, is uw organisatie klaar voor de komende WBDA-keuringen? We hebben het afgelopen 20 minuten hebben geluisterd naar een aantal zaken die gekeken naar een aantal zaken die over de WBDA gaan. Ins en outs, problemen, praktische casussen. En de vraag die we nu als volgt willen stellen, en daarvoor zal ik het woord weer geven aan Ferry, is ja, ik ben er klaar voor. Nee, nee, ik mis nog wat of ik weet het niet. Ferry, mag ik jou weer het woord geven? Ja, Reinier, dankjewel natuurlijk voor deze hele heldere uiteenzetting van deze toch wel complexe materie, die ook best wel gevoelig is. Zeker de deadline, die heeft natuurlijk best wel consequenties. Ik zou de poll in beeld willen brengen, want ik ben heel benieuwd hoe onze deelnemers, en wat ik al aangaf, we hebben een grote groep deelnemers aan boord, hoe die hierover denken. Als het goed is, kan iedereen de poll zien. En ik zou iedereen een seconde of 10 willen geven om eventjes een keuze te maken uit de 4 opties die Reinier hier net ook al genoemd heeft. Hoe staat u ervoor? Nou, ik denk dat dit voldoende tijd is geweest om de poll in te vullen. Dan zou ik nu graag de resultaten van de poll in beeld willen hebben. Even aan onze techniek vragen. Dat vergt een moment. Kijk, en daar zien we toch dat dit webinar heel waardevol geweest lijkt te zijn. Gelukkig is er een vijfde van de deelnemers is er klaar voor. Dat is goed om te zien. Maar meer dan de helft van de deelnemers zegt er nog niet klaar voor te zijn, maar gelukkig nu wel weten wat hen te doen staat. Nou, ik vind dat een fantastisch resultaat van dit webinar, want dan hebben we echt belangrijke kennis overgedragen. En dan vervolgens hebben we nog ongeveer een kwart van de deelnemers die dan wel elementen mist of het echt niet weet. Ik denk dat dit waardevolle informatie is. Reinier, we hebben nog enkele minuten over om een paar concrete vragen van de deelnemers aan dit webinar te beantwoorden. En daar gaan we dan ook nu even naar over. Jan Henk Stormer formuleert zijn vraag als volgt. Veel nieuwbouw zit in een bestaande omgeving. Zo niet gaat uiteindelijk op in het geïntegreerde geheel. Gebruiker is dan fabrikant? Vraagteken. Zou jij daar wat op kunnen zeggen, Reinier? Ja, zeker. Dat is goed. Ja, dat is precies de meest complexe situatie die wij ook in de praktijk tegenkomen. Je hebt een bestaande installatie. Daarbinnen wordt een combinatie gemaakt van nieuwbouw. Bijvoorbeeld de reliefveld die gekocht wordt bij een groothandel en daar als nieuwbouw ingebouwd wordt. Of een stuk leiding wat als nieuwbouw ingebouwd wordt en ook door een fabrikant geleverd wordt onder de PED. Plus een reparatie die uitgevoerd wordt, het oplassen van leidingwerk, wat weer onder de WBDA een reparatie herstel in oorspronkelijke toestand van de laatste herbeoordeling wordt gebracht. Dat is een combinatie van 3 dingen in een bestaande installatie. En even kort antwoord, de overkoepelende wetgeving is het WBDA 2016. Kan geen twijfel over bestaan, omdat het een bestaande installatie is, waarin gewijzigd wordt en vervolgens is gewijzigd of gerepareerd wordt en vervolgens is het aan de gebruiker hoe hij dat wil laten uitvoeren. En daar heeft hij keuzevrijheid in dat onder zijn eigen fabrikantschap te houden of het aan de markt te vragen voor die delen, alleen die delen die als nieuwbouw drukapparatuur in die bestaande installatie worden ingebracht. Dus een hele goede vraag en tegelijkertijd ook een van de meest ingewikkelde en ook degene waar we de meeste discussie over tegenkomen. Reinier, ik hoop dat dit voldoende duidelijkheid op dat punt geeft. Mocht dat niet zo zijn, kan de vragensteller natuurlijk altijd nog rechtstreeks contact met ons opnemen. Ja. Ter afsluiting nog een korte vraag. Eigenlijk een
Misschien dat je die bijna ja of met ja of nee kan beantwoorden. Bas Westerbeek zou willen weten, hoe zit de zorgplicht eigenlijk met apparatuur met ontwerpdruk van een kleiner dan een half BARG? Ja, dat valt niet onder de WBDA 2016 of de PED, hè, of je het nieuw koopt of in gebruik hebt. Maar dat wil niet zeggen dat er geen wetgeving op van toepassing is. Er zijn vaak andere wetgeving, stukken wetgeving die daarop van toepassing zijn. Dat voert voor nu hier te ver. Maar die wetgeving is er wel degelijk. Oké. Nou ja, met het beantwoorden van deze laatste vraag wil ik dan dit webinar over drukapparatuur en de WBDA afsluiten. Reinier, hartelijk dank voor jouw heldere uiteenzetting. En als het goed is, heeft u als deelnemer meer beeld gekregen bij de ontwikkelingen hierin, het belang ervan en ook hoe u hiermee binnen uw eigen organisatie om zou moeten gaan. Zoals ik al zei, vanzelfsprekend gaan we daarover natuurlijk rechtstreeks graag met u in gesprek. En indien u dat wenst, laat dan even een berichtje achter, dan nemen wij contact met u op. We laten de presentatie hiervoor nog enkele minuten openstaan. Daarin ziet u ook een naam en een mailadres van een andere STOR-collega die even fungeert als aanspreekpunt voor vragen op dit gebied. Reinier gaat ze beantwoorden. Zoals eerder genoemd, maakt dit webinar deel uit van onze serie woensdag lunchwebinars over asset management. En volgende week, zelfde tijd en zelfde plaats, gaan we het hebben over lean maintenance. Daar waar lean gericht is op productiebedrijven, zien wij een methodologie die ook uitstekend toepasbaar is binnen onderhoudsbedrijven. In het webinar van volgende week laten we simpele, begrijpelijke afbeeldingen zien om bewustwording te creëren. In grote lijnen zal dan uitgelegd worden wat er onder lean verstaan wordt en wat ervoor benodigd is om een lean-gericht onderhoudsbedrijf te worden. Asset Management Technology Consultant Guido van Gemert is dan uw presentator. Ik hoop u dan ook weer te mogen verwelkomen. Voor nu wil ik u bedanken voor uw aandacht en uw bijdrage middels de goede vragen en het beantwoorden van de poll. Ik wens u nog een fijne dag en weet dat wij uw partner zijn op het gebied van blijvende prestatieverbetering. We helpen u graag verder. Dank u wel.